Voorzitter, dit voorjaar ben ik voor de derde keer vader geworden. En in ons gezin hebben we nu 3 snotneuzen. Het is heel leuk, ook doodvermoeiend, maar ook heel leuk. En het was dit voorjaar en zeker deze zomer dat ik zoveel mogelijk tijd bij mijn kinderen en met mijn gezin heb doorgebracht. Ik noem het een soort van verlengde vaderschapsverlof. Zoveel weken in de zomer ben ik eigenlijk nog nooit vrij geweest. En dat deed ik omdat ik dacht, ik moet bij mijn kinderen zijn. Ik doe dit vak nu 10 jaar. Ik moet ook weer eens even wat meer tijd thuis hebben. Gewoon met ze spelen zonder dat papa weer op zijn horloge moet kijken. Voor het geweld door een woordvoerder die achter in de zaal zit, dat je weer aan het werk moet. Gewoon zonder stopwatch met elkaar zijn. Van elkaar genieten. En ik deed dat voor mijn kinderen, maar eigenlijk heeft deze zomer mij veel meer gebracht. Als je met je kinderen bent, en ik denk dat alle ouders het hier herkennen, en je leest ze voor, dan moet alles in dezelfde volgorde. Je bent wel eens moe, en dan denk je, nou, ik sla een paar bladzijden over. Dat wordt niet geaccepteerd. Het moet precies zoals je het iedere dag doet, met de juiste intonaties. En er is ook een behoorlijke strijd over tussen papa en mama, en welke dan de allerbeste is. Kinderen willen graag altijd hetzelfde filmpje kijken met jou. Dus ik heb nu Grizzy en de Lemmings tot in den treuren kunnen kijken op Netflix. Het is een echte aanrader. Maar iets anders komt er eigenlijk niet in. Of als je met je kinderen stoeit, wat we graag doen. Ik kietel ze en ik vraag ze wie is de liefste van de wereld. Er is natuurlijk maar 1 antwoord op mogelijk. Papa. En wie is de stomste van de wereld? Mama. En soms voel ik me daar schuldig over. En denk ik, dat moeten we omdraaien. Maar dat gaat er niet in. Want wij doen dingen op een bepaalde manier. Jij bent de liefste, mama is de stomste. Repetitie. Dingen hetzelfde blijven doen. En je weet als ouder, dat geeft kinderen houvast in een chaotische wereld. Maar je weet ook dat je ze eruit moet trekken. Je weet ook dat je ze nieuwe dingen moet aanbieden. En dat doe je. Maar zijn wij niet allemaal ook ergens kleine kinderen? Dat we het onwijs fijn vinden om te blijven hangen in dat wat we weten. In de patronen die we kennen. Ik memoreerde eraan. Ik ben nu dit is mijn 10e politieke beschouwingen. En voor de 5e keer dat ik hier als fractievoorzitter sta. Ik schrok er zelf van toen ik dat besefte. En het was deze zomer dat ik met mijn oudste zoon een stukje fietste. Ik vind de beste uitvinding ooit van die zadeltjes die voor op je fiets passen. Zodat een kind ook, als ze niet meer in een zitje passen, voorop kunnen zitten. Kan je nog even in hun haren ruiken en gesprekken voeren. En mijn oudste die zei tegen mij, papa, jij bent toch Jesse Klaver? Ja, ik ben Jesse Klaver, maar allereerst ben ik jouw papa. Nee, je bent wel papa, maar je bent ook Jesse Klaver. Ja, dat klopt. Ik ben ook Jesse Klaver. En dat stemt mij enerzijds vrolijk. Mijn oudste zoon komt op een leeftijd dat hij steeds vaker wordt aangesproken op zijn bekende vader. En dat is niet altijd leuk. En ik hoop dat hij een onderscheid kan maken tussen de fractievoorzitter van GroenLinks en de kritiek die hij daar misschien op krijgt en wie zijn vader is. Maar het liet me ook iets anders zien. Het liet me ook weer zien dat je als fractievoorzitter een merk kan zijn. Een imago. Iets wat beheerst moet worden. En beheerd. En voordat je het weet... ga je gedragen naar hoe andere mensen denken dat jij bent. En deze zomer nam ik voor mezelf een besluit. Ik stap uit die mal. Anders kom ik en komen wij als politiek volgens mij niet verder. We moeten dat als mensen regelmatig doen. Zoals we dat ook met onze kinderen proberen. Voorzitter, het zette mij aan het denken over al die jaren hier in de politiek en hoe wij met elkaar hier in het parlement werken en welke rol en bijdrage ik daaraan levert. En dat stemt me somber. Ik moet constateren, en ik zal de eerste zijn om te zeggen dat ik er zelf aan meewerk, dat we behoorlijk bezig zijn met scorebordpolitiek. De eerste willen zijn. Een debat willen winnen. De vraag die centraal staat, ook in aanloop naar deze politieke beschouwing, is toch, wie gaat het goed doen? Ik heb begrepen dat jullie allemaal cijfers hebben gehad van de krant. Dat jullie wel een zesjeskabinet zijn met toch de kans op verbetering. Maar te vaak zie je dat we bezig zijn met de vraag, wie wint een debat? Wie komt hier als winnaar uit? In plaats van dat we kijken naar welke problemen
zijn opgelost. En vangen we elkaar vliegen af. Een hoogtepunt deze week in dat kader vond ik dat het ging over het fonds. Ik heb nog geen idee hoe dat fonds eruit zou moeten komen te zien, maar ik heb begrepen dat de coalitie wil dat minister Wiebes op zijn kop krijgt omdat hij te veel naar zich toe trekt. En ik snap die reactie. Ik heb dat zelf ook zo vaak gehad. Dat je iets wil claimen of naar je toe wil trekken of dat je het de ander niet gunt. Dat hij met de eer gaat strijken. Maar het debat wat we nodig hebben is niet de vraag wie was hier eerder mee. Hoe ziet zo'n fonds eruit? Hoe zorgen we ervoor dat we onze toekomst vormgeven? En te vaak laten we ons daarin trekken. Maar ik zelf doe dat dus ook. Kijk naar de dividendbelasting vorig jaar. Ja. Ga er even goed voor zitten, zeg ik tegen de premier. Ik ben ontzettend blij dat onze oppositie ertoe heeft geleid dat de dividendbelasting en de afschaffing daarvan niet is doorgegaan. En kranten kopten, het favoriete speeltje van de oppositie is weg. En de eerlijkheid gebied te zeggen, soms voelde dat zo. En dat is niet goed. Ik voelde tot in het diepst van mijn ziel, zoals sommige mensen het hier zouden verwoorden, dat dit een verkeerd besluit was. En ik ben dolblij dat het van tafel is. Maar denken, oh jee, nu is het van tafel. Wat is het volgende punt waarop je een kabinet kan aanvallen, is niet de manier waarop je met elkaar politiek zou moeten bedrijven. Je bent ergens voor of je bent ergens tegen. Maar het zoeken naar waar zit nou de zwakke plek, dat is niet de manier waarop we Nederland verder krijgen. En die scorebordpolitiek zien we ook in de manier waarop wij als parlement zelf werken. En ook daar werk ik volop aan mee. De voorzitter zei voordat we met reces gingen in haar bijdrage, ik moet zeggen, om 4:30 ochtends was het niet meer tot mij doorgedrongen. Maar ik heb het teruggelezen over de hoeveelheid debatten die we hebben staan. Meer dan 200. Als we nu een debat aanvragen, dan zijn we over 2 jaar aan de beurt om dat debat te voeren. Alsof het dan nog actueel is. En ik snap hoe het werkt. Ik doe het zelf ook. Als je eenmaal een debat hebt aangevraagd en er was een meerderheid voor, of je maakt er een 30-leden debat van, dan laat je het ook staan. Want voor hetzelfde geld komt het onderwerp een keer voorbij. Dan is iemand anders eerder met het aanvragen van een debat. Maar dan kan ik het omzetten in dat debat. En, oftewel, wie kan de eerste spreker zijn? Dat is wat ons enorm drijft, ook mij. En ik denk dat er niemand is buiten deze zaal die het ook maar iets interesseert wie de eerste spreker is bij een debat. En ook al die debatten, als je er kritisch naar kijkt, dat moeten we anders doen. Mijn fractie en ik hebben dat gedaan. Wij hadden 30 debatten op de lijst staan, voorzitter. We waren nog net niet hofleverancier, maar het scheelde niet veel. En we hebben met elkaar gekeken, wat zijn nou zaken die echt moeten gevoerd worden hier in de plenaire zaal? Wat zijn nou zaken die we ook nog in AO's met elkaar kunnen bespreken? En zonder afbreuk te willen doen aan iets van de belang van de onderwerpen, komen we tot de conclusie dat we 2/3 van die debatten met gemak terug kunnen trekken. Dat is onze bijdrage aan het terugdringen van de enorme lijst aan debatten die wij hier met elkaar hebben. En ik hoop dat het ergens toe leidt. Dat we vaker met elkaar hoofdlijnen debatten kunnen voeren. Er staan nu debatten op de lijst die 2 jaar geleden zijn aangevraagd over onderwerpjes waarvan ik me afvraag, moeten wij daar met elkaar over bezig zijn? Terwijl die grote thema's van onze tijd vragen op hoofdlijnen debatten. En ik zou die graag willen voeren met de Kamer, maar ook met het kabinet voordat de standpunten zijn ingenomen. Want als een kabinet een standpunt heeft, dan is een coalitie eraan gebonden. En dan snap ik donders goed dat een coalitiepartij niet meer gaat luisteren naar de goede ideeën die misschien uit de oppositie komen. Er is net iets uit onderhandeld en dan moet je bijblijven. En er komen een paar uitdagingen aan die zo groot zijn dat we daar open met elkaar over moeten kunnen spreken. Het fonds, van wie het ook is. We weten nog niet hoe we dat moeten vormgeven. En het is van het grootste belang dat daar een open debat over mogelijk is, omdat we alle ideeën nodig hebben van de linkerzijde van de Kamer en van de rechterzijde van de Kamer. De heer Heerma. Ja, ik moet bekennen dat ik aan het begin van de betoog van de heer Klaver wel even zoekende was waar dit heen ging. Maar toch dan die hoofdlijnendebatten. Want de heer Klaver raakt volgens mij wel een gevoel wat in de Kamer, in ieder geval bij alle vertrekkende Kamerleden, in een afscheidsbrief gezeten heeft. Want volgens mij van welke partij ze ook waren, de afgelopen 10 afscheidsbrieven raakt aan iets van dit gevoel. En volgens mij preludeert de heer Klaver op een hoofdlijnendebat over zo'n fonds. Maar net met de heer Dijkhoff had ik het over de arbeidsmarkt en de commissie Borslap. En ik moet terugdenken aan het debat wat we hier hadden over de wet arbeidsmarkt in balans, waar geen ruimte was meer voor het open debat.
Zou nou de heer Klaver, stel dat dat rapport van die commissie Borslap er is, dat nou een onderwerp vinden waar we eerst een hoofdlijnendebat over moeten hebben, mits de agenda toestaat, omdat er niet voor 2 jaar spoeddebatten staan, alvorens minister Koolmees met het kabinet voor een reactie komt? De heer Klaver. Ja, absoluut. Ik denk dat dit een thema is waar dat absoluut voor geldt. Dit is zo groot, dit gaat over zoveel kabinetsperioden heen. Hier heeft ook niemand de oplossing. Hier moet een open debat, een open gesprek, een dialoog in deze Kamer over mogelijk zijn. En dat betekent dan ook dat de GroenLinks-fractie op dat moment zo open dat debat ingaat dat er meer ruimte is dan bij die laatste wetsbehandeling waar ik aan refereerde. Kijk, zeker. Maar volgens mij gaat dat twee kanten namelijk op. Als je, en daarmee ga ik niet zeggen, ligt het begin, de vraag is het kip en het ei, waar begint het? Ik denk dat als je open het debat durft te voeren, zonder dat er vooraf al hele diepgaande standpunten zijn ingenomen, dan willen wij als fractie in ieder geval beter luisteren om er toe te komen of we tot iets goeds kunnen komen voor Nederland. Mooi. In plaats van al die debatten, bedoelt u? In plaats van al die debatten. En wellicht vindt het navolging. Ik waardeer het zeer. Mooi gebaar. En het verdient navolging, meneer Segers. Ik weet niet hoeveel debatten wij hebben aangevraagd. Drie stuks, voorzitter. Drie stuks? Ja, u doet het heel goed. Als wij daar 2/3 van schrappen, dan helpt dat niet heel erg. Ja, kijk. Alle beetjes helpen, meneer Segers. Ik hou ze nog even staande, ja. Echt? Zover, we gaan er later over doorpraten. Ja, lijkt me prima. Waar we nu zijn aanbeland is het aantal debatten wat is aangevraagd. En hoofdlijnendebatten, dus dat is een aantal vragen van kunnen we niet meer vooraf op hoofdlijnen, zonder dat we ergens op vastpinnen en we later weer ons verlies uitgebreid moeten uitmeten, kunnen we niet op hoofdlijnen met elkaar debatteren. Dat vind ik een mooi aanbod. Maar u begon eigenlijk, of de heer Klaver begon eigenlijk met een soort zelfreflectie van wat was mijn houding eigenlijk, wat is onze houding hier eigenlijk, ten aanzien van elkaar, en aan winst en verlies en inderdaad cijfers die worden gegeven, en zoals we soms ook naar elkaar kijken. En dat heeft meer met zelfreflectie te maken, het heeft meer met onze houding ook in een debat als dit te maken. Maar dan ben ik toch benieuwd, de houding nu is dus anders dan van een jaar geleden. Wat had de heer Klaver vorig jaar anders gedaan met de houding van nu? De heer Klaver. Oh, dat is vrij simpel. Maar als u het niet erg vindt, want ik verklap iets uit mijn betoog wat ik eigenlijk straks wilde vertellen, maar dan kom ik er zo dadelijk op terug. Ja. Dan krijgt u de gelegenheid om alsnog een vraag te stellen. De heer Baudet. Ik wilde zeggen dat ik het volgens mij voor het eerst in mijn leven eens ben met de heer Klaver. Nou, dat is ook goed om het dus te constateren. Dus ik vroeg al met dit moment, kan dit vastgelegd wat worden? Gaat hier mis? Maar volgens mij is een deel van de kritiek van de heer Klaver vergelijkbaar met punten die ik ook al eerder heb gemaakt. Ik denk dat we... Gaat u verder? En ik was dus eerder, inderdaad. Ik ben het ermee eens. Dus het debat in de Kamer en de werkwijze hier moet minder gericht zijn op het spel van de vliegen afvangen en de poppenkast van het gebeuren. Maar veel meer over inhoud, grote lijnen ook inderdaad, minder actualiteit. En ik denk dat uiteindelijk, en volgens mij vinden we daar elkaar ook in, het referendum ook een noodzakelijk instrument is om een dergelijk parlement en een dergelijke democratie ook daadwerkelijk beter te laten functioneren. Dat je dus niet alleen maar eens in de 4 jaar die verkiezingen van die partijen hebt, maar dat de bevolking ook daadwerkelijk, naar aanleiding van een groot maatschappelijk debat, zijn stem kan geven. En kan zeggen ja of nee over, noem het allemaal op, de grote thema's waarop wij dan meer zouden moeten spreken. En ik voel me af of u dat ook kunt onderschrijven. Nou, wat ik interessant zou vinden, kijk, u komt nu met één voorstel, is wanneer hebben wij nou hier als Kamer een groot debat gehad over de toekomst van onze democratie? Er ligt een rapport, daar is wel degelijk ook over gesproken, maar wanneer hebben we als fractievoorzitters op hoofdlijnen daar het debat over gehad? Dus in plaats van in te gaan nu op te zeggen ik ben voor of tegen het referendum, waarvan ik echt denk dat het een belangrijke bijdrage kan leveren aan onze democratie, waarom voeren we dat brede debat niet met elkaar? Ja, dat hard gegrepen, dat was dat bij een... Precies dat hebben we bij een regeling van werkzaamheden 2 weken geleden, waar u niet bij aanwezig was, ik wel. maar heb ik dat ook voorgesteld om zo'n hoofdlijnen debat te doen? En ik weet nog dat... volgens mij was het meer van de molen van CDA of zo, die zeiden, dat gaan we helemaal niet doen. Kijk, en we hebben dat al lang gepland en zo. In plaats van nu te verwijzen... Helemaal goed. Laten we dat doen. Ik verheug me erop. Ik ben erbij. Nou, goed om te horen. Kijk, weet u, meneer Baudet, ik heb aan u moeten denken, aan uw bijdrage vorig jaar. Want ik herkende dingen waarin u zei, is dit niet de rituele dans? Of al dat soort zaken zei u. En ik denk dat heel veel mensen hier in het parlement, ik in ieder geval, ook mijn fractie,
daar ook wel een klein beetje in meevoel. Namelijk als er eenmaal een standpunt is ingenomen, dan is het lastig dat er nog iets verandert. Maar waarom reageren we dan? Waarom reageerde ik toen zo op u zoals ik deed? Ook als door een wesp gestoken. Dat heeft ook iets te maken met de manier waarop u dit parlement benadert. Ik noem het niet de kritiek, ik zeg eerder een reflectie op hoe we werken, maar ik doe dat omdat ik van dit parlement hou. Dit is mijn tweede huis en de parlementaire procedures en de wijze waarop u spreekt over het parlement, toen hadden we het over beneden uw waardigheid, dat is juist niet wat we met elkaar moeten doen. Het is van het grootste belang wat we hier doen. En ik vind dat alle collega's ontzettend belangrijk werk hier doen en daar moet ook een grote waardering voor zijn wat mij betreft. En de manier waarop u daarover sprak, ja, dat staat me tegen. Ja. Begrijp ik. Nou, ik ben blij dat na een jaar dan toch de wijsheid inzakt en dat ik de inhoudelijke boodschap die ik wilde vertellen in is gedaald bij GroenLinks. Dat vind ik goed. Ik hoop dat mijn boodschap over hoe je ook iets kan brengen en hoe je misschien niet het parlement hoeft te schofferen ook overkomt. Misschien iets voor volgend jaar bij de politieke beschouwingen. Gaat u verder. Voorzitter, de heer Segers die zei, wat is er nu anders dit jaar dan andere jaren? Ik zal u eerlijk bekennen, nadat dit kabinet zijn meerderheid verloor in de Eerste Kamer, dit voorjaar, dachten we zo, dat is mooi. Gaan we eens even kijken, waar gaan we tegenstemmen? En vorig jaar had ik gewoon nog steeds, wat zeg ik, een maand geleden misschien nog wel, nog steeds gedacht, ik ga strategisch dreigen om tegen een begroting te stemmen. Want dat is hoe het spel werkt. Wil je ergens aandacht voor, wil je iets politieks op scherp zetten, dan dreig je om ergens tegen te stemmen. Dat doe ik nu niet. Met een reden. Want als je gaat dreigen, dan wordt het een strijd tussen oppositie en coalitie. Dan gaat er iemand winnen en gaat er iemand verliezen. En krijg je een zero-sum game. En dat is wat ik wil doorbreken. Dus ik sta hier, omdat wij ook naar die begroting hebben gekeken en hebben gezien, wat nou als we ergens tegenstemmen of het belastingplan, wordt het dan beter voor Nederlanders of wordt het dan slechter? Kijk, ik vind het nog lang niet genoeg, daar zal ik straks een aantal dingen over zeggen. Maar bijvoorbeeld het belastingplan, als we daar, daar hebben we over gedacht, hè? Moet je daar dan tegenstemmen, strategisch. Maar wat nou als je daar tegenstemt en gewoon naar de inhoud kijkt? Jullie hebben onze plannen van vorig jaar overgenomen over de energierekening. De stappen worden gezet als het gaat over de vennootschapsbelasting. Dat jullie dat nog niet voor volgend jaar afschaffen, dat is een strijd die we nog hebben te voeren. Maar ook dat zullen we doen. Dan ga ik niet tegen zoiets stemmen, omdat het Nederland niet beter maakt. Maar dat laat onverlet dat we dit najaar wel een inhoudelijke strijd krijgen op al die zaken die nog moeten veranderen in die begrotingen. Maar niet vanuit het idee, wie gaat er winnen? Oppositie, coalitie, is het Segers of Klaver die ze zin krijgt? Want ik denk dat daardoor veel te weinig dingen tot stand komen. Omdat het toch elkaar niet wordt gegund. En dat vind ik problematisch. Omdat we daar Nederland niet verder mee helpen. Dus daarom zeg ik, wij gaan niet dreigen. Waar we voor zijn, zijn we voor. En waar we tegen zijn, zijn we tegen. En tegen begrotingen die het beter maken en niet verslechteren, gaan we niet tegenstemmen. Voorzitter, dit najaar moet dus wat mij betreft gaan over politieke strijd. Want ook al zeg ik hier, wij gaan niet zomaar tegen die begroting stemmen of tegen het belastingplan, tegen de coalitie en tegen het kabinet zeg ik wel, leg het maar uit. Leg het maar uit aan kinderen in het onderwijs, aan ouders, aan docenten, dat er niets extra's wordt gedaan om het lerarentekort op te lossen. Leg het maar uit. Dat we zoveel geld op dit moment hebben in onze Nederlandse economie, op onze begroting, dat we het verschil tussen het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs en de verschillen in salarissen niet oplossen. Leg het maar uit. En leg het maar uit aan mensen in de zorg die voor 15 euro per uur mensenlevens redden. Dat we ondanks alle welvaart die we hier hebben en een begrotingsoverschot, dat we niks doen om hun salaris te verbeteren. Leg het maar uit. Leg het maar uit dat er nog steeds kinderen zijn met zulke complexe problemen. Omdat ze bijvoorbeeld in hun jeugd zijn misbruikt. Of omdat ze, dat ze een depressie hebben. Dat ze een eetstoornis hebben. Dat hun problemen zo complex zijn dat ze tussen wal en schip vallen. Dat de gemeentes, wie verantwoordelijk zijn voor die zorg, niet voor de zorg voor ze kunnen dragen. Leg het maar uit dat we daar niks aan zouden doen. En leg het maar uit dat mensen die het slachtoffer zijn geworden van een zedenmisdrijf, dat die soms maanden tot een jaar moeten wachten voordat ze gehoord worden. Voordat de vermoedelijke dader wordt gehoord. Leg het maar uit dat we daar niks met elkaar aan doen. En leg het maar uit dat we straks 130 kunnen blijven rijden op snelwegen. Maar dat de woningbouw in gevaar komt. Leg het maar uit. Want het is niet uit te leggen. Dit zijn no-brainers. Dit zijn zaken die we met elkaar zouden moeten regelen. Niet vanuit een politieke strijd omdat we één moet winnen of de oppositie gelijk moet krijgen, maar de oppositie. Maar omdat dit het beste is voor Nederland. En als we aan het einde van het jaar terugkijken,
naar hoe wij het als parlement hebben gedaan. Dan gaat het niet om over welke cijfers ieder van ons hier krijgt. Als we deze problemen niet weten op te lossen, dan verliest Nederland. En dan verliezen wij als politiek allemaal. Omdat mensen er niet op kunnen vertrouwen dat we deze zaken fixen. Voorzitter, ik had het ook over in het debat met de heer Dijkhoff. Daar zag je dat de tij keert. De voorpagina van de Financial Times is vandaag echt priceless. Dat het kapitalisme aan een revisit toe is. Dat we het moeten veranderen. Dat hoor ik ook in de bijdrage van de heer Dijkhoff. Ik zie het ook in de plannen van het kabinet. Ze voelen dat er iets niet helemaal goed gaat als grote bedrijven toch degene zijn die je met het tot in het diepst van je ziel vooral wil verdedigen. Dat er een oneerlijkheid is ontstaan tussen arbeid en kapitaal. Ik zie dat ook het kabinet voelt dat de tijden veranderen, maar het is wel heel mager. Het is een klein, heel klein teentje in het water om te voelen, om te kijken, om net wat dingen anders te doen. Maar het is niet genoeg. Ik had het al over het fonds. Ik vind het heel goed dat het kabinet breekt met de economistische gedachte dat de overheid zich niet met de economie zou moeten bemoeien. Dat de onzichtbare hand vanzelf goede uitkomsten geeft. Maar als ik dan hoor dat zo'n fonds gericht moet zijn op economische groei, dan schrik ik mijn hoedje. Zo'n fonds moet erop gericht zijn om de grote maatschappelijke problemen op te lossen. Hoe zorgen we ervoor dat we onze privacy in de toekomst beschermd is? Hoe zorgen we ervoor dat we de energietransitie door kunnen maken? En als je focust op wat winstgevend is, dan ga je inzetten op dat wat je al weet. Terwijl we met zo'n fonds juist moeten zoeken naar al die zaken waarvan we nog niet weten dat ze bestaan. En dat betekent ook niet één groot overheidsproject of drie hele grote dingen. Het betekent dat de overheid durfkapitaal, venture capital, beschikbaar moet stellen. Dat we moeten durven te gokken op heel veel verschillende innovaties. Om te kijken wat komt er boven drijven. Wat is het allerbeste en wat gaat onze samenleving verder helpen? En dan schulden. Ik zie de minister van Landbouw zitten die als Kamerlid heel veel met schulden heeft gedaan. Ik zie het ook terug in de plannen van het kabinet dat het prioriteit krijgt. Schulden zijn iets heel complex. Schulden hebben te maken met hoe mensen in elkaar zitten, de problemen die ze tegenkomen. Die kunnen heel divers zijn. Als je problemen krijgt in je relatie en je gaat scheiden, dan heeft dat effect op of je schulden hebt of niet. Of als je geestelijk het zwaar hebt, dat kan ervoor zorgen dat je in de schulden komt of je je baan verliest. En al die dingen kunnen we niet met één pennenstreek oplossen. Maar als ik zie dat we wel geld stoppen in programma's om schulden te voorkomen, maar niet in het oplossen van de toeslagen ellende die we met elkaar hebben gecreëerd, dan gaat er iets mis. Als overheid duwen wij mensen in schulden door de manier waarop we ons belastingstelsel hebben gebouwd. Mensen komen in de problemen omdat ze hun kinderopvangtoeslag terug moeten betalen. Of hun zorgtoeslag. En in plaats van alleen te focussen op het herstellen van die fouten, moeten we daarvan af. En dat betekent dat we na moeten durven te denken over alternatieven. Bijvoorbeeld kunnen we kinderopvang voor een aantal dagen in de week gratis maken. Gewoon als dienst van de overheid. In plaats van dat je als individu geld krijgt. Want dat is rondpompen. En hetzelfde geldt voor de zorgtoeslag. In een kabinet hiervoor is het jammerlijk mislukt om het inkomensafhankelijk te maken. Maar wat een goed idee was dat. Het was een goed idee, Klaas. Het was misschien niet goed uitgevoerd, maar het was een goed idee. Ga daarna terug. Probeer erover na te denken hoe je van al die zorgtoeslagen zou kunnen komen. Omdat dat echt mensen uit de problemen kan helpen. En dan stikstof. Jarenlang hebben we gedacht dat we ongebreideld konden groeien. Dat natuur geen prijs had, geen waarde. Maar die is er wel. En dat wordt uitgedrukt in het vonnis over stikstof. En het betekent niet dat we straks een keuze hebben over wat we kunnen gaan doen. Of langzamer rijden, of een kleinere veestapel. We zullen het allemaal moeten doen. En ik zeg tegen het CDA en ook tegen de ChristenUnie, ik sta hier niet met veel plezier te vertellen dat we minder dieren in Nederland zullen hebben. Omdat ik een hekel heb aan boeren, omdat ik ze in de verdrukking wil duwen. Helemaal niet. Dat moeten we sociaal en eerlijk regelen, want deze boeren kunnen er niks aan doen. Die zijn ook slachtoffer geworden van een systeem. Maar dit systeem, dit businessmodel, waarin we honderden miljoenen dieren in Nederland slachten, ook voor de export, is niet houdbaar. Niet voor het klimaat, niet voor de gezondheid van mensen en niet als het gaat over de uitstoot van stikstof. Daar zullen we in een veel sneller tempo dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden, vanaf moeten. En het uitstellen van dat soort besluiten, dat helpt ons niet verder.
De heer Van der Staaij. Voorzitter, even een informatieve vraag. Ik kon het zo gauw niet vinden, maar als de heer Klaver spreekt over sociaal en eerlijk saneren van de veestapel, hoeveel geld heeft de GroenLinks in de tegenbegroting hiervoor uitgetrokken? Er staat in onze tegenbegroting geen geld voor. Van sociaal en eerlijk? Voorzitter, we hebben een tegenbegroting. Er staan wel meer dingen niet in de tegenbegroting. Deze onder andere ook niet, omdat we ons hebben gefocust op het koopkrachtbeeld en hoe wij dat anders zouden willen verdelen. En we hebben niet de totale begroting, het is een gezamenlijke inzet. Die hebben we niet alle dingen die we zouden willen veranderen in begroting daarin opgenomen. Goed, gaat u. Maar als u zegt hoeveel is daar ongeveer voor nodig, dat hebben wij wel eerder becijferd. Ik denk dat je ongeveer moet rekenen, of minimaal moet rekenen, op 500 miljoen per jaar. En misschien nog wel meer, afhankelijk van hoe je de uitkoop precies vormgeeft en in welk tempo je dat doet. Gaat u verder. Voorzitter, over deze zaken zijn misschien nog grote meningsverschillen. Maar hier moeten we het debat over voeren en hierop moeten we besluiten nemen. Lef is nodig, want als we hier niet de grote stappen durven te zetten, dan wordt 2020 dreigt dan een verloren jaar te worden. En ik vertel u, hier zijn grote meningsverschillen over, maar er zijn ook onderwerpen waarvan ik zou zeggen, hier moeten we het deze week al over eens kunnen worden. Ik sprak over de jeugdzorg. Mijn collega Lisa Westerveld is een vechtjas voor de jeugdzorg. Zij heeft met al die kinderen en die ouders voortdurend contact, die in de problemen zitten, die maanden op een wachtlijst staan. Met die ouders die naast hun kind waken als ze naar bed gaan, omdat ze bang zijn dat die kinderen anders de volgende ochtend niet halen. Wij moeten in staat zijn hier om te zeggen, we gaan niet de hele decentralisatie van de jeugdzorg terugdraaien, maar we gaan wel zien dat er een gat valt. Er is iets nodig bovenop wat er nu bij de gemeentes gebeurt. We moeten ervoor zorgen dat er expertisecentra komen waar deze kinderen direct terecht kunnen, zodat we ze helpen. Hiermee zijn niet alle problemen in de jeugdzorg opgelost. Maar als we als land er niet eens in slagen om voor deze groep meest kwetsbare kinderen te doen wat nodig is, dan kunnen we met z'n allen wel naar huis. En hetzelfde geldt voor de zedenmisdrijven. Mijn collega Katelijne Buitenweg is hier al heel lang mee bezig. En als er volgens mij één reden is waarom ze in de politiek zit, dan is het wel vanwege de rechten van vrouwen. En als je dan hoort dat slachtoffers van zo'n zedenmisdrijf maanden tot een jaar moeten wachten totdat ze gehoord worden, of dat de daders, de vermoedelijke daders, worden gehoord, dan is dat niet acceptabel. Dat is niet alleen een probleem voor de slachtoffers en voor de hele verwerking van het trauma, maar ook voor ons rechtvaardigheidsgevoel als samenleving. Ik vind prima dat ik een jaar moet wachten tot ik iets hoor over mijn gestolen fiets, maar niet over zo'n zaak waar de integriteit van het lichaam wordt geschonden. En het lerarentekort. De heer Dijkhoff had even een interruptiedebat met de heer Asje. Ja, wat is nou nodig? Hè? Kunnen we die salaris wel verhogen? Zijn er niet andere middelen? De OECD heeft onlangs nog laten zien dat het wel degelijk een relatie is tussen de hoogte van salarissen in het onderwijs in vergelijking met de marktsector. En eigenlijk op alle niveaus doen we het Europese gemiddelde. Behalve in de basisschool, in het basisonderwijs. Daar is het verschil 30% met wat mensen op een andere plek kunnen verdienen. En dat verschil is te groot. En we zeggen niet, maak dat nul. Het enige wat we zeggen is, breng dat ongeveer naar 15%. En het erge is, we weten allemaal dat het nodig is. Het gaat ook gebeuren. We weten allemaal dat het nodig is om het verschil tussen het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs en die salaris om het op te lossen. En mijn vraag is, waarom doen we het niet? Wie in de coalitie heeft gezegd tijdens de onderhandelingen in augustus, dit is echt een super slecht idee, dit gaan we niet doen. We weten dat we dit moeten doen, vroeg of laat. En we hebben de tijd niet meer om te wachten. Klassen met 60 kinderen, straks hebben we een griepgolf in oktober. En dan buitelen we hier weer met elkaar over elkaar heen wie de eerste is om een debat aan te vragen over de toestand in het onderwijs. Maar we stonden erbij en we keken ernaar. En we kunnen dat oplossen, deze begroting. En ik vind dat we dat moeten doen. Voorzitter, ik kom tot een afronding. Met een aantal gerichte vragen aan de minister-president. Graag zou ik zijn reflectie horen op scorebordpolitiek en zijn eigen rol daarin. Is de minister-president het met me eens dat we breder moeten kijken naar dit investeringsfonds? Dat het niet alleen maar gaat over het verdienvermogen, maar juist ook de kansen voor maatschappelijk rendement. En is de minister-president bereid om toe te zeggen dat geen geitenpaadjes worden gezocht in de hele stikstofproblematiek, dat er geen natuurgebieden gesloten gaan worden?
en dat we onze natuur blijven beschermen. En is hij bereid om extra stappen te zetten om het lerarentekort op te lossen en in ieder geval de vraag te beantwoorden: wie vond dit een slecht idee om de salarissen van het PO en het VO op hetzelfde niveau te brengen? En is er ruimte voor gespecialiseerde jeugdzorgklinieken? En tot slot, valt het te praten over extra middelen voor de zedenpolitie? Heer Segers. Mevrouw voorzitter, ik stelde de vraag, wat zou er vorig jaar anders zijn geweest met de houding van nu? Ik wil collega Klaver danken voor die houding, namelijk een uitgestoken hand voor een constructief debat op hoofdlijnen. Maar ook kritische vragen, ook zelfreflectie. Ook een vraag naar zelfreflectie bij het kabinet, bij de coalitie. Maar dat zou ik ook andersom willen doen. En dan laten we afspreken dat dit niet een debat is om te winnen, hè, want dat doen we niet meer. Maar oprecht een vraag als het gaat om drugs. En dat doe ik op een dag als vandaag, waar er een gruwelijke moord heeft plaatsgevonden. Waar de rechtsstaat en het rechtsgevoel zo is aangetast. Kijk ik naar Amsterdam, kijk ik naar wat de korpschef zegt, kijk ik naar wat de heer Akerboom zegt. Hij zegt, als je vergoedelingen praat over drugs, over cocaïne, over snuiven, dan ben je mede verantwoordelijk. Dan hou je iets in stand wat nu een samenleving kapot dreigt te maken, wat gezondheid kapot dreigt te maken, wat de rechtsstaat kapot dreigt te maken. En dan kan ik het oprecht niet begrijpen dat er een verschil wordt gemaakt tussen aan de ene kant, als het gaat om preventie, dan is GroenLinks heel erg voor preventie, gezond eten en tegen roken. Maar als het dan gaat om drugs, dan dat er zo'n andere toon wordt aangeslagen. Dat er wel zorg wordt gemaakt over biologische afbreekbaarheid van de capsules van lachgas, maar lachgas zelf mag niet verboden worden. Dus oprecht, leg het maar eens uit. Dat waren het woorden van collega Klaver. Leg het maar eens uit. De heer Klaver. Allereerst, en laten we dat niet verliezen, volgens mij hebben we allemaal twee zielen. En houden we hier van de inhoud en van politiek en het debat. En laat dat debat levendig zijn en spitsvondig. En laten we proberen dat zo goed mogelijk met elkaar te voeren. Het tweede is een terechte vraag als het gaat over drugs. Kijk, ik ben echt de totale loser binnen onze partij. En zeker ook binnen onze vrouw. Ik word echt uitgelachen. Ik heb echt helemaal geen ervaring met drugs. Echt nul. En je ziet ze daar al schamper kijken. Ja. Vertel, meneer Klaver. Ja, het is zo. Ik kan er niks anders van maken, jongens. Ik heb er geen ervaring mee. En ik ben het wel met u eens. Op het punt namelijk dat, en dan heb ik ook een wedervraag. Volgens mij moeten we heel erg oppassen. Kijk, als je denkt, ik snuif een lijntje coke in het weekend en daar doe ik niemand kwaad mee, want het is voor mezelf zo leuk. Je houdt er wel een industrie mee in stand. En dat zal ik nooit van zo lang als we leven vergoeilijken. Maar hetzelfde zou ik de andere kant op kunnen zeggen. Bijvoorbeeld als het gaat over softdrugs. Ook daar hebben we een debat over hoe we soms sommige zaken totaal in de illegaliteit drukken. En daarvan vraag ik ook u om daarop te reflecteren. Is dat nou wel goed wat we daar doen? En misschien kunt u van ons vragen dat we op sommige zaken de steviger in moeten vliegen. En dat we daar duidelijke grenzen moeten stellen. Ook wat het effect is van individuen wat ze doen. Maar dan hoop ik dat u dat ook ziet, bijvoorbeeld als het gaat over softdrugs. Ja. De heer Segers. Maar daarvoor zeg ik, ik heb ook geen ervaring met drugs en dat maakt me binnen mijn fractie een held. En verder moeten we denk ik straks even een drugstest uitvoeren in dat vak daar. Of iedereen een beetje helemaal clean is en zo. Ik zie ook bij D66 nu mensen die heel erg schrikken. Oké. Ja. Ik zou zeggen, alles vanaf de VVD-fractie, dat nemen we helemaal mee. Oké. Dat geldt er zijn. En toch, ja, ook ik moet inderdaad die vraag stellen. Is de aanpak die we nu hebben, is dat de meest effectieve? Maar wat ik gewoon nog één stap terug, want daarover kunnen we het hebben. En als we het hebben over, ooit hebben we het over meloenen gehad. En vorig jaar, en de minister-president vindt het leuk als we hem daaraan herinneren, ging het over de dividendbelasting. Nou, dat was voor ons een hele lastige. Maar de minister-president vond het een topdebat, vertelde hij mij laatst. Prima, maar dat parkeer ik. Ik moet niet te veel zijweegjes inslaan, want anders dan verdwalen we. Als het gaat over legale wietteelt. Ik bedoel, als we het hebben over geraten in de kelder, dat is voor mij een ontzettend ingewikkelde. Ik moet heel even u onderbreken, want ik zie jongeren op de publiektribune over drugs gesproken. Het was een grapje. Dat ze niet het verkeerde boodschap naar huis gaan. Gaat u verder, meneer Segers. Ik vind het een prachtig moment dat van de voorzitter jongeren toespreekt. Ja. Gebruik geen drugs. Ja, nee. Kunt u dat ieder debat herhalen en ook een beetje die kant op? Ja.
Toch, ik moet mijzelf die vraag ook stellen. Is het inderdaad een effectieve aanpak? Maar wij zijn wel enorm over de schaduw heen gesprongen om te zeggen... Zeker. Er staat iets in een regeerakkoord over wietproeven en waar ik... Nou ja, ik krijg er ontzettend een buikpijn van. En waarom? Vanwege die normaliserende werking, vanwege het signaal wat we afgeven, het is normaal. Het is oké om een lijntje te snijven, om zelfs softdrugs. Ik bedoel, als je kijkt naar het THC-gehalte, als je kijkt naar de schadelijke werking, het is rotzooi. En dan snap ik gewoon niet dat we bij een preventieakkoord schouder aan schouder staan en allerlei schadelijke middelen en allerlei schadelijke patronen willen doorbreken. En dat hier toch een sfeer omheen hangt van, nou ja, ik bedoel, nu ook weer, we lachen weer en vinden het allemaal grappig, maar dat er toch iets... Ja, heroïs is jaren 60 omheen hangen, wat ik gewoon oprecht niet snap. U lacht gelukkig ook. Ik wil er niet iets heroïs omheen hangen. Maar volgens mij speelt hij mee in hoeverre... Kijk, ik vind dat mensen zelf... Waar ligt de grens, laat ik het zo zeggen. Als mensen drugs willen gebruiken en ze vinden dat prettig en ze doen dat gewoon, dat is prima. Maar de keerzijde, en daar wijst u op, en dat is het dilemma, ook voor ons. Je houdt er hiermee een industrie in stand. En als we kijken met de cocaïnehandel bijvoorbeeld, waar we het hebben, of de ecstasyhandel, daar gaat iets verkeerd en daar heeft het een enorme impact op de samenleving. En werkt het ontwrichtend? En is er een industrie ontstaan die waarin de onderwereld en de bovenwereld met elkaar verweven raken? De heer Segers. Mevrouw de voorzitter, dit is eigenlijk de samenvatting van mijn probleem. Als je drugs gebruikt is prima, maar we vinden degene die het maken, vinden we heel vervelend. Ja. Dus het heeft alles met elkaar te maken. Dus kunt u tegen mij zeggen, van sommige zaken, moeten we dan helemaal van drugs af? Of zeg ik, nou, moeten we bij sommige zaken moeten we misschien harder aanpakken? Zeggen, dit kan absoluut niet. En bij sommige zaken zeggen, nou, dan moeten we dat toestaan. En dat is volgens mij de twee kanten hoe het gesprek met elkaar, wat we met elkaar zullen moeten voeren. Misschien is dat ook een mooi onderwerp voor zo'n debat. Ik zou graag daar een groter debat over willen voeren. Ik tel er al maar je kunt niet. Bijvoorbeeld de voorzitter kan niet tegen jongeren zeggen, jongens, gebruik geen drugs. En volgens is het signaal, drugs gebruiken is prima. Ik bedoel, we kunnen dat niet zeggen. De korpschef zegt, zodra je inlaat met drugs, welke vorm dan ook, ben je medeverantwoordelijk voor een gruwelijke industrie daaromheen, tot aan Zuid-Amerika aan toe. Nogmaals, ook ik moet nadenken, wat is effectief? Okay. Maar nog één keer, de zelfreflectie, maak je niet alleen druk om de biologische afbreekbaarheid van de capsules, maar ook om het lachgas zelf. De heer Dijkhoff. Ja, ik heb even overlegd, wij gaan geen bekentenissen doen namens de fractie. ik bleef ook vrij lang hangen op uw vraag thuis, wie is de liefste en wie is de stomste? Ik heb wel, namens de fractie kunnen wij, misschien brengt dat de balans terug, wel in dat wij die vraag anders zouden beantwoorden dan uw kinderen. En ik heb besloten zelf thuis die vraag niet te gaan stellen. Maar u had het over venture capital. Ook daar, zei die nou echt? Ja, hij zei het echt. Durfkapitaal. Maar ik probeer dat te rijmen. Vind ik een goed plan. Want dingen die garandeerd nu al winst geven. Volgens mij is daar zo'n fonds niet per se voor. Ik gaf zelf al aan, waar verdienen we dan over enkele decennia ons brood mee? Maar daarvoor zat een hele grote afkeer van winstgevendheid. Maar het is toch ergens in de mix wel prettig als het geld niet gaat naar dingen die tot niks leiden. Maar dat we een paar van die Willy Wortels stimuleren om dingen uit te vinden waar we wel ook een boterham voor kunnen verdienen. Dus ik kan die niet helemaal balanceren. Uiteindelijk is durfkapitaal er wel op gericht om in je hele portfolio niet alleen maar alles op rood en kwijt te zijn, maar een aantal dingen te laten gebeuren waar geld uitkomt. Volgens mij bedoelt u dat ik zei, het moet niet alleen maar gaan over het verdienvermogen en de groei van de economie. Is dat waar u waar uw vraag over gaat? Ja, het klonk als een afkeer van winst en de verdienvermogen. Terwijl ik denk, ja, volgens mij is het middel wel er moet toe leiden dat je verdienvermogen versterkt. Zeg maar, geld verdienen en winst maken is ontzettend tof. Dat is volgens mij hoe jullie dat zeggen, toch? Kunt u dat nog een keer herhalen? Dit is toch de VVD-achtige... Het is ontzettend tof. Het is ontzettend mooi als dat kan. Meestal zeggen we gaaf. Gaaf, is gaaf. Is tof een beetje te ouderwets? Of is dat gewoon gaaf? Nou, geld verdienen is gaaf. Is hartstikke mooi. Ik zeg alleen, dan moet je niet beginnen. Dat moet de uitkomst zijn. En als je investeert in innovatie, dan kan het zomaar zijn dat je godsgruwelijk veel geld met die innovaties kan verdienen. Maar ik denk dat als Steve Jobs was begonnen met het idee, ik wil echt heel veel geld verdienen, dat hij dan nooit de iPod had uitgevonden en daarna de iPhone en al die andere zaken. Het gaat ermee, wat wil je veranderen? Hoe wil je disruptive zijn? Hoe kan je nou de toekomst van je economie vormgeven? Daar begint het. Ik vind het prima als daar zaken uitkomen die ontzettend winstgevend zijn en nog mooier, dat de overheid daar dan van profiteert en daarmee alle burgers in Nederland. Maar ik voegde er nog iets anders aan toe. Ik mag ook hopen dat als er zaken uitkomen die misschien niet winstgevend zijn omdat we er geld door verdienen, maar die er wel voor zorgen dat we ons klimaat verbeteren, dat onze gezondheid erop vooruit gaat en ook zaken die we niet kunnen monetariseren, dat we daar ook heel blij mee zijn en dat zo'n fonds daar ook op gericht kan zijn. Want mijn grote angst
met de fondsen, als we zeggen we moeten gaan inzetten op de winstgevendheid, dat er bijvoorbeeld wel geld komt voor medisch onderzoek, maar alleen voor die zaken die economisch ook aantrekkelijk zijn. En dat zou ik juist niet willen. De heer Dijkhoff. Ja, voorzitter, dat laatste wordt nog een heel discussiepunt dan tussen de heer Klaver en mij bij de uitwerking. Want als het zijn dingen die onze gezondheid sterker maken, maar structurele uitgaven, kun je niet uit de fonds doen, dan moet je uit je begroting doen. Anders is het op een gegeven moment op en dan kun je het niet meer doen. Het voorbeeld van Steve Jobs, dat is misschien wel goed. Daar zaten inderdaad, die iPhone zitten 3 technologieën in minimaal die van de overheid afkomen. Via Durf Kapitaal, of een touchscreen ooit ging werken, of GPS via satellieten ooit ging werken. Of dat internet ooit ging werken, dat is nog een militaire uitvinding. Dat wist je niet zeker en daarna heeft dat bedrijf er een mooie iPhone van gemaakt. Dus als het gaat om die fase daarvoor, dat is waar de kunnen we het eens zijn. Ga ik er denk een wantekeltje van maken dat de heer Klaver het niet wil dat het doel is geld te verdienen, maar als het effect is om godsgruwelijk veel geld ermee te verdienen voor onze samenleving, dat het dan oké is. Nou, dat wordt wel een grote designtegel die u dan nodig heeft om het erop te zetten. Maar het is wel een vrij fundamenteel onderscheid. Als we nu als overheid gaan inzetten op het moet geld verdienen, dan gaan we vaak inzetten op technologieën die we al kennen. En mij gaat het er juist om, u verwees volgens mij naar voorbeelden die ook in de ondernemende staat staan genoemd van Mazzucato. Dat is precies waar het mij om gaat. Durven wij als overheid weer echt fundamenteel onderzoek te financieren naar dingen waarvan we denken, oh, dat zou echt, als dat nou echt zou gaan werken, dat zou fantastisch zijn. Met het risico dat het dat niet doet. Maar als het het doet, dan verandert het de wereld. Dank u wel, meneer Klaver.